Ja, ik heb een vrouwtje ook. Hè? Hé, Elwin? Ook heb ik Karin weer aan de telefoon, zoals gebruikelijk. Vrienden, zijn jullie daar ook weer? Daar ben ik heel blij mee. Ja, zeker te weten. En ik kom bijna weer voor jullie, hè. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 30 april. Morgen alweer 1 mei. Ja, de tijd gaat hard, hè. Maar in ieder geval, ik ga straks mijn leven weer wagen samen met mijn meisjes. Want ja, ik ga weer aan de wandel. En weer langs de gracht. Ja. En ja. Ik hoop dat ik zo snel kan wezen om, als ik al tegenkom weer, om zijn kenteken alsnog weer te fotograferen. Beter 2 maal dan 1 keer, want ik zit te twijfelen of het er wel was, weet je. Dus ja, bij mij zitten de letters VS en niet alleen nog een V. Dus ja, ik wil nog een keer opletten. Dus aan de ene kant hoop ik dat ik hem tegenkom en aan de andere kant mag hij van mij wegblijven. Ja, ik ben toch ook wel enigszins bang. Dat mag je best wel weten. Maar ja, het is ook niet niks als ze met moed wil iedere keer hun stuur omgooien richting jou. En dan net weer op het laatste nippertje weer terug, weet je? Hij speelt met leven. Ja. Het is alsof hij aan het rouletten is, weet je wel? Maar dan met mij. Ja, ook rotten. Maar ik ben toch niet de enige die daar loopt. Er zijn er zoveel meerdere met hun hondjes of hond daar lopen. Ja. He, want ik ben niet de enige die ook meerdere hondjes hebben dan 1. Ja, maar er zijn ook mensen die hebben er maar 1. Maar die lopen daar ook, weet je. Waarom moet hij mij hebben? Ik snap dat niet. Maar ja, in ieder geval, ik ga er gewoon weer langs en bekijk het maar. En straks om 1:30 komt onze Astrid weer, de HHZ, oftewel de huishoudelijke zorger. En dan, weer eens een bak koffie, et cetera. En dan gaan we weer aan het werk. Ja, want zo gaat dat tegenwoordig, hè. Voor niks gaat de zon op, zeggen we dan. En je wilt toch je huisje ook weer schoon en netjes hebben. De Belgen zouden zeggen proper. Ja, ik vind het een raar woord, maar ja, ik ben geen Belg. Dus. Maar in ieder geval, iedereen heeft zijn eigen taal of accent of weet ik veel. Je hoort hele vreemde woorden van die Belgen. En net zoals blijf in je kot. Ik weet niet, wat is dat toch kot? Dus ik ging, wat is een kot? Ik heb geen kot. Ik zeg, ik weet niet wat dat is. Ja, je huis, ik zeg, zeg dat dan. Nee, wij zijn wonen in België. Wij zeggen kot, onze burgemeester zegt ook kot. Ik zeg, ik heb geen kot, ik zeg, ik heb een huis. En ik op onderzoek uit. Nou, op internet. Wat blijkt een kot nou te zijn? Ja, een varkensstal. Nou, ook dat heb ik niet. Ik woon niet in een varkensstal. Jullie ook niet, denk ik. En ik denk de Belgen ook niet. Dus dat woord kot? Nou, kom zeg, die burgemeester mag zich ook na laten kijken, net zoals die Rutte Hiro. Allemaal het gekkenhuis in. Ja, en dan op een gesloten afdeling. Wegwezen met die lui. Eerst nog een gevangenisstraf geven en dan allemaal daarna het gekkenhuis in. Voorgoed, ja. Maar oké, in ieder geval, dat woordje, dat staat mij lang niet aan en ze moeten dat ook niet tegen mij zeggen, want dan ga ik er wel tegenin, ja. Ik heb het niet, ik heb geen varkensstal, nee. Ja, betekent niks niet meer dan een varkensstal, nou oké, dat heb ik niet, dus ga maar gauw een eind fietsen telen op de Damrak met gouden handvaten, en geef die gouden handvaten maar aan mij in de fiets, mijn cello houden. Ja toch? Maar oké, ik ga lekker met mijn meisjes lopen en het is weer, de zon die schijnt. Ik heb ook wel weer mijn bloemetjes met vlinderjurk aan. Het is beter weer dan het gisteren was met die regen, maar het is wel een,
sluierbewolking hangt er. En dat het is scherp aan je ogen. Komt mede ook doordat de zon schijnt. Dus ja, we gaan er gewoon van genieten. En ik doe mijn dunnere jas weer aan over mijn feest. En dus ja, dan komt het allemaal wel weer goed, denk ik zo. Ja toch? En ik heb weer een petje tevoorschijn gehaald voor Rijka. Ja. En Roya. Ja, want die had ik vorig jaar ook gekocht. Maar ja, daar is nog niet warm genoeg voor. Dat komt nog wel. Dus ja, ik had er al een knijper er weer op, zodat het weer blijft staan. Want anders kan ze niks zien, hè. Nee, dat vind ik ook weer zo zielig. Maar ja, ik bedoel maar. Ze heeft hem al in huis even opgehaald. Nou ja, ze gaat gewoon mee slapen, et cetera. Ja, ze is het van vorig jaar gewend, weet je. Nee, en Elwing die krijgt er niet een. Die is zelfs te robuust voor die gekke dingen. Het is enkel voor Rijka, omdat die al niet zoveel haar heeft. En Rijka die kan nog een zonnesteek oplopen. En Elwing, ja, die blijft sowieso al veel binnen. Die moet er niks aan hebben. Die blijft bij mij. Die ligt iedere keer maar bij mij. En Rijka die huppelt af en toe wel eens naar buiten toe. En dan ligt ze buiten in de tuin te zonnen baden. En denken dat ze bruiner wordt dan dat ze al is. Hé, meisje? Nee, ken ik ook hoor. Ja, ik heb vrouwtje ook, schat. Ja, ik heb vrouwtje ook. Hé, Elwing? Elwing. Hallo. Oh, wat een gaap. Oh, wat een gaap. Hé? Nou ja, ze heeft jeuk, dus moet ze klauwen. Maar oké, lieve vrienden, ik ga de boel klaarmaken en laten pakken. En mezelf intuigen, de meisjes intuigen en dan kunnen we weer aan de wandel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, film in zoals jullie hem zelf willen, maar doe het wel met een lach. Naar iedereen die je tegenkomt en een vriendelijk woord is het halve werk. En daar kan die man die mij aan wil rijden nog van leren. Ja. Dus geef het goede voorbeeld. En dan had er ook nog trouwens, dat vat ik niet. Het kan zijn dochter geweest zijn. Een jonge meisje naast hem zitten. Als dat zijn dochter of kleinkind mag zijn. Nou, een goed voorbeeld dan. Ja toch? Om zo tekeer te gaan tegen mij en mij aan te willen rijden. Maar zit zijn verstand? Ik denk dat hij die niet heeft, dat hij op de loop is. Kan ook wel hoor, dat hij dat verloren is door de corona. Ik weet het niet hoor, wat corona allemaal kan. Om je bij iemand het verstand weg te halen, ik weet het niet. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zit ook maar een beetje erbij te dollen, moet ook een beetje kunnen. Ik zou zeggen, geniet. En ik vergeet jullie niet. Ik kom heus nog wel weer een keer terug. Enkel wat later op de dag. Want ja, straks komt Astrid, zoals ik al zei. En dan wordt er weer gewerkt. En ja, dan kom ik niet aan het vloggen toe. Maar daarna wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden. Ja, ik had vandaag nog maar één keer aan het filmen geweest. En dat was nog voordat Astrid kwam. En na die tijd, ja, een blik op oneindig en doorgaan en helemaal vergeten. Ook heb ik Karin weer aan de telefoon, zoals gebruikelijk. Maar later staat voor mijn neus, met andere woorden, dat ik ga zo weer eventjes lopen met de meisjes. Karin blijft denk ik hangen, ik weet het niet. Maar dat zal wel, zoals gewoonlijk, zoals gebruikelijk. Maakt allemaal niks uit. Nee hoor, mag allemaal. Ken allemaal. En ja. Eentje komt er naar bij me te staan, dat is onze Rijka. En eentje legt er op de grond. Voor mijn voeten. Ja, tussen de verlater en mijn voeten in. Hé? En wat moet jij? En nou, een kandel die legt op de vensterbank, achter de bank, allebei een bank. Ja. Heb een blauw riempje nou om, zijn halsje. Dus ja, helemaal goed. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond toe. Ja, vergeet dat niet. Nee, niet vergeten. Ik vergeet jullie ook niet hoor. En natuurlijk, voor degenen die net zo laat zijn als wij, smakelijk eten, bon appetit.
En ik zie jullie en ik spreek jullie later alweer. Ja toch? Tot dan. Doei.